lieve vriend, ik zie daar zo'n achtelijke vreemde wolk. Ik denk, ik zoek er maar even een beetje erop in. Maar ja, ik vind dat maar even een beetje bizar, dat daar. Ja, ik zoek me nog even verder. Hij schat. Hij schat. Ik ben blij dat ik bij je ben. Ja, nou zie je mijn huisje een keer, ja. Hoe klein het is. Vogels, dat is eigenlijk een beetje mijn hobby geweest. Moet je hobby laten. Ja. Het is een mooie hobby, vogeltjes. Hallo lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag de 29e van de 8e. En ja, nog steeds in 2023 en we leven om 11:53. Ik ga zo met de meisjes uit, want ook komt Erwin weer. En ook is het Juttersmarkt, dus ja, ik ben er weer helemaal klaar voor. En ik zou mijn locatie doorgeven aan Patrick en Sky. Want die wouden ook even de Juttersmarkt over. Nou ja, dan gaan we met z'n drieën gezellig de Juttersmarkt over. En jullie gaan natuurlijk uiteraard mee. En ja, misschien het ook weer na afloop even lekker bij Marianne aangaan. Dus ja, dat komt helemaal goed, lieve vrienden. We gaan gewoon proberen te genieten. Momenteel schijnt het zonnetje, maar het is ook. Oh, zo bewolkt. Ja. Er hangt ook een hele grote donkere wolk boven. Maar ja, kan de pret ook niet boeien. Daar komen ook donkere wolken aan. Ik ga het eens eventjes kijken. En zo meteen vragen, maar dat kan ik niet met jullie doen. Nee, want dan gaat bij jullie hem ook. Als jullie hem ook hebben, gaat hij bij jullie ook. En dat moet maar niet. Nee, nou zit ik verkeerd. Ik moet daar wezen. Nou, zo te zien niks, want er staat niet niks bij. Wat is dit nou? Hoi, mijn naam is Droopie. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat zullen we straks even bekijken. Zo naar die andere toe. Ja, om 14:25 komt zo'n klein heuveltje aan. Even iets later. Maar dat kan dus ook nog overwaaien, want het is maar een heel klein piekje. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien aan die kant. Ja, jullie zien hem wel, dat heerlijk bij mijn wijsvinger aan die kant. Dus ja, dat is afwachten. Komt helemaal goed, lieve vrienden. En we zullen het zo meteen beleven. Ja toch, ik zou zeggen, geniet ze. Maar geniet zeker weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik zie daar zo'n achtelijke vreemde wolk. Ik denk, ik zoek er maar even een beetje erop in. Maar ja, ik vind dat maar even een beetje bizar, dat daar. Ja, ik zoek me nog even verder op in. Zo. Heel bizar. Ja, toch? Of ben ik zo gek? Ah, jullie eigen mening. Maar dat is mijn mening. Dus ja, dat dus. Ja, lieve vrienden, jullie zien mij lachen. Ik heb weer een brief binnen. Van een bekende, voor een bekende meneer. Die ook al in mijn vlog is geweest, ooit. Een hele tijd terug, moet je even naar beneden, met een rood t-shirt aan. Ja, die zekere meneer met die verschillende achternamen. Weer een brief, maar gaat retour afzender. Ja, het is ook nog van, hoe heet zoiets? Een incassobureau, ja, maar gaat retour naar de incasso. Ja, zo simpel als ik weet niet wat. Maar ik moet lachen, ja, want ik betaal geen ene malle moer en ze zoeken maar uit waar meneer is. Ja, toch? Ik hoef dat niet te doen. Hij is er hier niet. Nee, sorry. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga straks ook weer lekker de markt op. Dat is helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is weer droog, want het regent een beetje af en toe, maar het zijn die kleine heuveltjes, maar
De grote piek heb ik afgewacht en dan komen er nog twee kleine heuveltjes. Nou, dat boeit me niet. We gaan er lekker van genieten en er lekker van door. En jullie gaan gewoon gezellig mee. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. Hoe ver ze alweer zijn met het hotel, restaurant, Boon en Wijnandbos. Hoe heet die nou, dat restaurant van hem? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet meer. Nou ja, het restaurant van Wijnandbos tegenover het station. Althans, aan de zijkant. En dan de firma Boon, de visboer. Ik weet het echt niet meer. Wijnandbos, dat is de eigenaar. Maar hoe het hotel heet, Joost mag het weten. En die weet het ook niet, die ik ook al vraag, maar die weet het niet. Nee, boeit me ook niet. Nee, mij ook niet. Maar we gaan lekker die kant op eventjes verder. Kijk, dat is een mooi hondje. Dag, mooi hondje. En dan gaan we die kant weer op. Maar er is al een heleboel opgeruimd. Want er zijn mensen die gaan naar huis. Ja, banaantjes halen. Ga jij banaantjes halen? Ja, nou, ik lust het niet. U bent een film, Janna. U bent aan het vloggen. Ik ben aan het vloggen, ja. Je komt er nou op. Eén trusje wil je? Ja. Ik lust het niet. Ja, het is jammer uit. Ja. Ja, jongen, ja. Fijne dag verder. Fijne dag. Ja hoor. Helemaal goud. En wat moet ik opzoeken op YouTube? Met IE, Corina met IE. Oké. Okay. En de beestenboel. Okay. Dat is op YouTube. Ik ga het opzoeken. Oké, okay, dank je. Nou, dan moet je eventjes een grote draai nemen. Dan gaan we er hier af. Dan gaan we naar de overkant. Vorige week kwam ik iemand tegen die mij vorig jaar had bedreigd. En toen was ik on tour bezig. Ja, ik moet eerst weer naar links. Ik moet die grote draai maken. Ik kan er niks aan doen. Want ik moet recht de stoep op eigenlijk, zo'n beetje. Zo. Ja, ja. Ja, en ik zoek, ik ben zoekende naar Bordeaux rood. T-shirtjes, een trui of een blouse voorbij mijn ene rok. Dus. Maar ja, kijk eens er een, nog zo'n mooi hondje. Daar hebben we nog zo'n mooi hondje. Oh, mooi hondje. Oh, wat worden we nou beroemd? Goed, hè? Ja, je komt op YouTube. Vind je het goed? Ja, hoe heet jij? Hallo, zitten. Hi, knappert. Hallo. Hey, hoe warm. Mooi beestje. Niet springen. Goed gemaakt, hè? Ja, hoorde het op het laatst. Nee, als ik mijn zonnebril nou opdoe, dan zie ik niks op dat schermpje. Op dat schermpje zie ik dan helemaal niks. Ja, ja. Hier rood. Ja, maar het moet bij mijn rok wel mooi staan, hè? Ja. Tiddy, tiddy. Nee, ik vind het niet eens lekker ruiken. Nee.
staat ja. Zo lekker mee. En dan die muziek, en je kan amper wat bestellen, want daar, je kan elkaar niet horen. Pak je kans. Nou, ik hoef niet. Ja, hier kijk ik dus nooit naar, hè. Dat hoef ik niet. Ja. Kijk, die meneer die heeft mij nou vorige week mijn dingen schoongemaakt. Geen leeuwenkopjes, hè? Oh, god. Ja, mama, nou, wat een knap het. Hi. Ben je ook mooi? Ja, zeker mooi. Klinkt zo, hoor. Nog een jong klein hondje vindt het ook lekker. Oh, ja. Nog een jong hondje. Ja, 3,5. Zo dan. Maar gelukkig dat het geen ijs was, dan was het al weg geweest. Je schiet wij van deugend, hè? Ja, zou je ruiken kunnen? Ja, ze ruiken scherp. Ja, en dan ben ik af en toe wel een beetje lang. Ik zit ook bij de Unive. Ik heb alles bij de Unive. Alles onder één dak. En ik heb geen omkijken naar. Ja. Ik wou net zeggen, dat is een joekel. We hebben geen eens geen kermis. Waar haalt ze dat vandaan? Dan zeg ik, waar heeft ze dat vandaan? Ja, je kijkt maar, schat. 4, 7, 6. Patrick is even daar naar binnen. Nou, moet kunnen. Ja, ik blijf buiten staan. Dat is lekker. Nee, heb je pech. Ja. En dan moet ik hier de stoep weer op en dan gaan we weer recht. Is de honingman er nog? Zal wel niet. Oh ja. Ja, de honingman, ja, die kijk ik heel goed. Hoi. En daar hebben we de speldjes weer. Dat is heel oud. Ik heb er nog één van lentebloemen. Dat zei ik vorige week ook al tegen die man. Nog een lief hondje. Nog een lief hondje. Oh, goedie, dikkie. En daar nog een hondje. Allemaal hondjes. Allemaal hondjes. Nou, daar kijk ik nooit. Dat interesseert me ook niet wat daar staat. Ik heb jeuk. Ah. Hey, ja. Pam. Kijk, dat vind ik ook mooi. Hoe die gekleed ging. Oeh, dat vind ik zo mooi. En je moet lef hebben. Nou ja, ik heb het lef wel. Ik vind geen mooie honden. Ze lijken mij te mager toe. Ik zou ze vet willen meesten, maar ja, het is een slaghond niet. Nee. Ik vind, ja, een beetje vet op de botten mogen ze wel hebben. Toch? Ja.
Niets. Ja, nou, nu staat de uienman hier. Nou staat de uienman hier. Ja, ja, nou sta ik hier weer. Wist jij dat er zoveel soorten uien waren? Ja, dat wist ik. Nee, ik niet. Jeetje Maria, ah, ah. Goed man. Ik denk dat je de wedstrijd ziet. Deur open maar. Nee. Goed. Niet vergeten 5 uur de doodtas op te halen. Ik word, ja echt, ik was vergeten. Vreselijk. Ik heb er helemaal niet meer bij stilgestaan, niks. Nou ja, ik hoop dat er iemand anders blij is gemaakt met die tas. Tja, dat is het enige wat ik dan hoop. Kijk, daar hebben we nog zo'n mooie hond. Ja, mooi hondje. Je wordt beroemd, ja. Er staat nog een mooie hond. Ja, echt waar. Achter de borden. Ook zo'n groot geval. Zie je dat? Mooi beestje. Echt een mooi beestje. Ach ja, hier misschien schoenen voor je. In de aanbieding. Je weet me nooit. Ja, ik vind het sowieso duur. Ik vind het sowieso duur, pa. En Luna. Hé, hey, die sieradenman is er niet en die zou vandaag er nog komen. Ja, dan moet je morgen heen weer. Jij. 12 uur. Bent u er dan ook? Of ik om die tijd er al ben, dat weet ik nog niet. Maar ik kom wel. Ja, ik lig wel tot 4 of 5 uur hoor, morgen. Daarom. De Big Bazaar. Ja, de Big Bazaar. Er zijn er een hoop al niet, want daar begin aan de straat bij de Xena stond er eerst eentje met allemaal boxers, die is er ook niet meer. Nee. Ja, en twee keer aan toe is hier een, stond hier al in deze straat een kraam met onder andere ook sieraden zoals armbandjes. Hi. Hi. Je zegt hoi tegen mij en ik ken haar niet eens. Ja, dat is wel. Wat zocht je, schat? Ik zag wel armbanden. Vind ik altijd leuk om te kijken. Oh, okay. Maar ik weet niet of het echt is. Nu heb ik echt, hè? Mm-hmm. Gewoon RVS. En normaal neem ik een terrasje. Maar het is nou koud hoor. En je zit er ook niet in de luwte, denk ik. Ik zit altijd bij hem. En gelijk achter dat bord, dat tafeltje heb ik altijd. En dan ga ik met mijn neus deze kant weer op staan. Zouden we even wat kunnen doen? Ja. Bij dit tafeltje. Ja, bij het eerste. Dan draai ik even om.
Zo, nou, jullie zien het. Ja, ja, we zijn weer aanbeland. Nou, jullie weten het haast al. Dus dat hoef ik niet meer te laten zien. Maar ja, natuurlijk is Patrick bij me. En Sky, ja, die is de hort op. Dus... Nee, die is thuis. Oh, is die nog thuis? Nou ja. Die is thuis. Ja, het is hem te druk. Nou, dat niet. Nee. Hij heeft net zijn huis en Jan in het veld leeggehaald. Moet nog opgeleverd zijn. Dus. Ja, dus... Hij komt even tot rust. Daarom. Nou, dan komt het helemaal goed. En wij gaan, mijn vaste recept, hè, dat weten jullie ook al. Dus komt helemaal goed, ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot straks maar weer. Hey, Bliksem. Hey, man. Mijn poesebeestje kan dat. Nee, daar mag jij niet mee spelen. Daar is hij een beetje te duur voor. Touwtje niet, maar wel wat eraan hangt. Ja, Bliksem. Hi. Ja, dat is mijn jurk. Hé, dat is mijn jurk. Hé? En ze hebben hier vogeltjes. Ja, ook Sky is er weer van de partij. Ja. Hi. We zijn nu in het appartement van Patrick en Sky, zeg maar. Maar, ja. Ja, schat. Mooie vogeltjes. 5 plus 7 is 12. 12 zebravinken en 2 musjes. En dan hebben we hier een tut in de bench. Even dat ze kalm is. Ja, daar hebben we onze Woofie. Ja, Chelsea, hè? Chelsea. Hi, kind. Ja, zometeen, hè? Hi, kind. Is een beetje kalm in de kop en dan mag je eruit, man. Hi, schat. Voor. Ja, zie je Bliksem in de bokkade, Shadow. Ja, je bent lief voor. Ja, zij is heel erg van het praten. Rust, jij. Rust, oké. Ben je zo weer, ja? Ja. Hey, ja, zeg maar wat hoor. Ja, je mag best praten voor mij, ja. Wij praten ook en hondjes mogen ook praten hoor. Echt wel. Ja, echt wel. Maar daar kunnen we wel weer een short van maken. Hij schat. Hij schat. Ik ben blij dat ik bij je ben. Ja, nou zie je mijn huisje een keer. Ja. Hoe klein het is. Die vogels, dat is eigenlijk een beetje mijn hobby geweest. Moet je je hobby laten. Ja? Het is een mooie hobby, vogeltjes. Ja, ik had er veel meer. Ik heb er bijna 30 van gedaan. Zo dan. Ik had er echt heel veel. Ze gingen ook achter elkaar door qua kweken. Ja. Het is nu een stukje rustiger geworden in de kooien. De rechter kooi, dat is de kooi met de vogels voor Sky. Oké. En de linker kooi, dat is mijn kooi. En daar zitten 2 musjes bij. Want voor een koppel betaal je daar gauw €75 voor. Zo dan. En dat voor een musje gewoon wat je op buiten tegenkomt? Ja, roodrug. Mus of zo, okay. Dat is een speciale mus. Maar wij hebben voor vrienden, 4 vrienden voor €25 ja. Voor een koppel. Dus ik zit heel erg te wachten tot die gaan nesten, dus zeg maar. Ik denk al wat voor ik aan mijn voet. Hé? Nee. Ja, dat is al. Ja, dat ga ik al. Die is hier gekomen nadat mijn Doorie overleden is. Ach, heden. Ja. Zielig. Maar ja, dit is ook... Nee! Terrorist laat het! Dat touwtje, hè? Zo, dat touwtje, kindje. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga van een bakje koffie genieten. Wacht even. Ja. Voorgesteld. Oh, kijk dan. Hier hebben we Shadow. Shadow. Dat is mijn meisje. Hallo. Oeh, dat was een camera. Hoeven niet camera's schuld te zijn, of schat? Nee hoor. Hé, hallo. Ja, dat ben ik. Hier heb ik 2 hondjes en ook een poesie. Ja. Kom maar, Mupke. Kom maar, schat. Ja, ga alles maar inspecteren, lieverd.
zo nieuwsgierig naar alles. Ook een mooi beestje. Zij is 9. Ja, is ook wel te zien dat hij ouder is. Ah ja, zij is heel gevoelig omdat er een halve Siamese in zit. Oké, okay. Ja, maar aan het einde van haar ruggetje richting de kont. Ja, ze is heel kaal geweest. Nou, dat doe je natuurlijk toen ook ziek was. Ja. En door, ze kan niet goed tegen vlooien en zo. En dat we hem kregen, zat hij onder de vlooien. Ja. Dus daar was ze heel kaal van. Nou ja, nu dat alles weer een beetje rustiger wordt. Zie je dat de vacht weer heel langzaam teruggroeit. Dus ze is weer terug in de vacht aan het groeien. Alleen dat duurt haar heel erg lang. Ze is ook niet echt lekker, want ze is al de hele dag aan het spugen. Ach, godzie. Af en toe zit er bloed bij. Maar ja, wat wil je? Als je de hele dag aan het spugen bent, dan gaat dat irriteren. Ja. Dus dan, ja. Ja, Mupke. Nou, alles zie je, hè. Ja. En sta je ook groot op mijn armpie, hè. Ja, jij staat groot op mijn armpie. Ja, daar. Shadow, ja. Shadow. Ja, dat is het bier van Marijke. Dat is de tas van Marijke. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik ga genieten van mijn koffie en ik zou zeggen tot later. Espresso koffie, hè? Espresso nog wel. Ja, vanille en espresso koffie. Oh, nou ja, we merken het wel. Of ik het lust, ja of dan nee. Stel je voor dat ik het niet lust, wat dan? Dan heb ik nog gewoon zo'n zeel. Oké. Nou, met een blik op Shadow zeggen wij tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ook had ik een tas to good to go besteld. En ik meen dat ik dat jullie al verteld had, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar ook ben ik vergezeld door twee lieve heren. Ja, die zitten daar op de bank. Hallootjes. Hallo. Dus ja, die hebben me lekker vergezeld. Dus was wel even gezellig. En het is nog gezellig. Maar die tarte koeteko, ja, daar gaan we weer voor, hè. Ja. Maar ik zit te vechten met een handvat. En met die arm kan ik er niet in. Want dan beschadig ik mijn tattoo aan die tas. En dat doet ook trouwens zeer. Ja, dat moet je niet willen. Ik ga mijn ogen weer dicht doen, zoals normaal. En dan mogen jullie eerst kijken. Dan ik. Oogjes zijn dicht. Ik heb hier een bakje. Zo te voelen is dat plastic, dat voel ik wel. Maar wat erin zit, dat weet ik bij hoog en belaag niet. Ik weet niet wat het kost. Ik weet het echt niet. Zien jullie het? Ik weet het niet. Nou, ik ga nou kijken. Oh ja, maar dat is wel lekker. Wat het is. Wat moet jij nou weer met je grote snotkoker? Komt Elwing er weer bij? Ik weet niet eens wat er staat. Hilti of zoiets. Het is een salade. Maar wat voor een salade? Ik kan er niet uitkomen. De haven. Er komt er een aan, die ken Engels. Laat lezen. Wat helpt die? Is gezonde salade. Oh, een gezonde salade. Nou, hij is dan wel afgeprijsd, maar daar gaan we niet voor. We moeten de normale prijs hebben. Dat is €4,99. Dus, met andere woorden, krijg de tas er al uit. De inhoud. Met één pakje. Ja? Eén pakje. Maar we gaan door. Oogjes dicht. Wat dit is, weet ik niet. Het is ook wel weer een plastic bakje. Maar ik kan niet weten. Maar ja, er gebeurt ook wel eens. Dan zit er iets in wat ik totaal niet lust. En dat geven we gewoon weer weg. Ik ga nou kijken. Wat is het? Meloen lust ik niet. Nou, dat gaat dus weer weg, hè. Ik lust geen meloen. Ja, misschien de meisjes, weet ik ook niet. Oogjes gaan weer dicht. Weer een plastic bakkie. Het is trouwens wel eng, hoor, met de linkerarm te werken. Weer een plastic bakkie, ik weet het weer niet. Straks blijft er van mij niks over. Lol. Ik ga kijken. Nou, die twee aardbeien, ja, die lust ik wel. Fruitsalade, maar er zit ook weer meloen bij. En dat lust ik allemaal weer niet. En die meloen, dat gaat natuurlijk ook weer ergens anders in zitten, de smaak. Dus ja, dat gaat ook weg. Wat moet jij? Dat is Rijka. Ook even nieuwsgierig. Ja, en ik geloof dat er inderdaad nog ook... Ik heb mijn ogen dicht, hè. Maar ik voel iets rond. Oh jee, en ik ben bang dat ik dat inderdaad niet lust.
Want ik lust geen meloen en naar mijn idee is dit een meloen. Dat zeg ik. Dat lust ik niet. Lusten jullie meloen? Nou, dan weten jullie genoeg. Ik moet deze even kwijt. Even naar het aanrecht. Nee, ik lust absoluut geen meloen. Zit er nog meer in? Ik weet niet weten. Wat kost die meloen, weet ik ook niet. Mijn ogen gaan weer dicht. Voor ons zakje. Zakjes lust het meestal wel, althans de inhoud. Roerbakgroenten of wat dan ook. Wat moet jij? IJsbergsla. Maar dat kan je ook smoren. Nee, want zo krijg ik het niet weg als ik het als la ga eten. Maar ik kan het wel door een roerbak doen. Ja, helemaal geweldig. Wat kost het? 1,69 normale prijs. En die meloen spul 2,29. Ook 2,29. Die grote meloen weet ik niet, want er staat geen prijs op. Goud 3 tot 4 euro. Goud, oh, nou jullie horen het, hoop ik wel. Oogjes zijn weer dicht. Oh, wat is dit eng? Dit voelt eng aan. Blijf staan jij. Ik weet het niet wat dit is, maar het voelt wel eng aan. Als je niet weet wat dat is. Plastic verpakt. Vacuum verpakt. Ik ga kijken. Ik ben nooit eerder van dit. Spekvakkels. Het is in ieder geval 4,99. Spekvakkels. Ja. Nog nooit gehad. Ik zou het niet weten, is het lekker? Het zou wel pittig zijn met fakkels. Nee, dat valt wel mee hoor. Het hoeft niet pittig te zijn, hangt van hoe het gekruid is. Bruinoot, bekend in de koekenpan. Vergeet boter en of olijfolie. Nou, geen olie en ook geen boter hoor. Ik heb mijn eigen spul wel. Tjonge, nog een toe. Mijn genade. Nou ja, dat vlees lust ik altijd wel. Zit er nog meer in? Ga eens voelen. Nee, hij is leeg. Nou ja, het is 3 om 3. De meloen, dat krijgen de heren mee. En ik heb er ook 3, dus ja. Hebben jullie ook wat? Zeker. Dan moet ik een tasje voor jullie maken. Moet die hebben. Zo. Voilà. Voilà. En voilà. Zo. Ja. We maken gewoon van een pedaal in mijn zak een tasje. Ja. Komt helemaal goed. Maar in ieder geval, zo zeggen lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Het is al avond, ik ga de televisie aan doen, ik ga een broodje eten, want ja, ik kan ook die salade gelijk eten. Ja, dat is ook lekker. Misschien doe ik er wel 2 keer mee. Wie weet, legt me net aan wat erin gaat vandaag. Ik heb niet zoveel zin in eten, maar je moet eten. Want ja, dan overleef je het. Maar in ieder geval, ook wil ik GTST zien. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus nog genoeg te doen. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon een beetje mee. Zo lieve vrienden, ja, ik heb een hele drukke avond gehad. Echt wel, want jullie weten dat Patrick en Sky ook hier zaten. Nou, die zijn op een gegeven moment weer naar huis gegaan. En ik had ze geld meegegeven voor koffiemelk. En nou, toen zijn Mario en Anna geweest en ik had het veld niet meer om de camera erbij te pakken. Nee. Dus ik denk, laat maar een keer achterwege. Nou, die waren weer weg. En toen kwam Patrick en Sky weer om de koffiemelk alvast te brengen.
Anders moest ze toch ook nog ergens anders naartoe. Nou ja, die nog eventjes over de vloer weer. En toen kreeg ik als klap op de vuurpijl Karin aan de telefoon. Nou, ook altijd gezellig. Samen aan het werk geweest. Ik geloof dat ze nou nog aan het werk is. Maar ik ben al weg geweest met de meisjes. Ik ga nou lekker naar bedje toe. Want ik ben moe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met uiteraard mooie dromen. En jullie weten het allemaal, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.